ik ga maar eens beginnen. Goedenavond allemaal. Ik zal hem even iets hoger zetten, kijken of het helpt. Misschien kun je een keer verversen, misschien helpt het ook wel. Is het al beter? Blijft ook een dingetje, hè, dat beeld. Nou, laat even weten hoe het beeld is, dames. Het is bij mij ook niet zo best, moet ik zeggen, als ik meekijk op de laptop. Leni heeft goed beeld, lees ik. Even kijken hoor. Nou, vanavond ga ik iets doen met de mobiele telefoon van Marianne Design. De telefoon die is al een poosje. En de tekstberichtjes die zijn nieuw. En die zijn er in het Engels. Daar had ik het voorbeeld mee gemaakt. En die zijn er ook in het Nederlands. En vanavond ga ik met de Nederlandse teksten werken. En er zit ook een hele leuke punchmal bij met smileys. Zodat je het echt als een echt appje kunt laten lijken. Dus er zijn er twee wezens. Er zijn er 14. Zeg ik dat goed? Ja, dus je stanst er 14 in één keer uit. En dan zitten er nog twee van die één los malletje bij met twee rondjes. En die kun je dan in het zwart achter de smiley plakken. Zodat je het gezichtje goed ziet. Nou, dan zitten er heel veel van die tekstballonnetjes bij. Ja, dit zijn ze van twee setjes. Ik heb ze gewoon bij elkaar gedaan. Dus ik weet niet meer wat precies bij welk setje hoort, maar dat maakt ook niet zoveel uit. En dan heb ik een blokje van papierblokje van Doodlebug. Hele lieve papiertjes. En die ga ik gebruiken. Oh, Maria heeft hem ook niet scherp. Hanne heeft hem niet scherp. En als jullie een keer verversen, dames, helpt dat? Of misschien kan ik een keer op het beeld tikken op mijn telefoon. Misschien helpt dat. Ik vind het zo vervelend, maar ik kan er zo weinig aan doen. Nee, het hielp niet. Hij is erg onscherp. Ja, ik kan dat niet vastzetten op mijn telefoon. Dus volgens mij kan Petra, die kan volgens mij zorgen dat hij niet in- en uitzoomt. Maar ik kan dat niet met mijn telefoon. Maar ik zie heel veel mensen die het onscherp hebben. Het is wel heel jammer. Maar ja, ik kan er nou even niks aan doen. Maar goed, het blokje van Doodlebug met hele lieve papiertjes. Dubbelzijdig, 24 velletjes zitten erin. Dus daar ga ik wat papiertjes uit kiezen zo voor de telefoon. Streepjes en dit zijn denk ik lollies. Een beetje sterretjes, ruitjes. Een heel schattig blokje. Dus daar ga ik mee werken. We zien wel wat je doet, zegt Maria. Nou, gelukkig. Even kijken, wat is leuk? Nou, ik vind dit groen ook wel vrolijk. En dan moet ik nog een papiertje hebben voor de achterkant van de telefoon. Ja, dat is leuk papieren, Astrid. Dat vond ik ook heel vrolijk. Even kijken, wat is leuk voor de achterkant. Is dit leuk? Ja, kan. Dit vind ik leuk. Zo, leg ik alles even aan de kant.
Even de Big Shot erbij. Ja, als Twitter is veel leuker. Er zijn zoveel leuke spelletjes. Nou, dit is de achterkant van de telefoon. Zo. En dan een stukje papier voor de voorkant. En dan leg ik dan even een stukje keukenrol onder. Dan embost je ook meteen. Ik zal blijven liggen. Dan is die meteen geëmbost. Nou, het venstertje kan eruit. Die kan weg. Deze ook. Dan zijn we al een heel eind. Nou ga ik van de telefoon een schutkaartje maken. En dan heb ik hier een stukje mica. Knip ik even een stukje op maat. En een stukje mag er nog af. Zo. En dat plak ik vast met een stukje scotchtape. Wat zo leuk is aan de stempelsetjes, is dat je er echt heel veel verschillende kaartjes mee kunt maken. Dus voor een verjaardag en gewoon om een kaartje te sturen. En ook bijvoorbeeld geslaagd, dacht ik, dat er ook bij zat. Even kijken hoor. Feestje. Nee, die niet, maar wel beterschap bijvoorbeeld. Dus je kunt er echt heel veel verschillende kaartjes mee maken. Dat is ook leuk voor mannenkaarten. Dat valt ook niet altijd mee om, om daar leuke kaarten voor te maken. Zo. Alles is van Marianne Design Astrid. Dus de smileys en de stempelsetjes en de telefoon is allemaal van Marianne Design. En het papierblokje is van Doodlebug. Dan ga ik met foam, dus niet met foam tape, maar gewoon met foam, ga ik hem een beetje verhogen.
als ik het met foam tape doe, dan blijven de pailletjes en het schutmateriaal blijft aan het tape geplakt zitten. Dus daarom pak ik gewoon de foam. Knip ik dan zo een beetje op maat. Maar dan wel dat hij helemaal goed afsluit. Want anders dan valt het schutmateriaal er nog doorheen. Astrid, ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ik het wel goed gezegd heb, dat het allemaal van Marianne Design was. Ik dacht het wel, maar het kan ook zijn dat het aan mij ligt hoor. Zo, dan moet ik alleen voor deze een ander stukje knippen. En dan sluit hij als het goed is overal mooi aan. Dan kan er dadelijk niks weer tussen doorvallen. Dus dan ga ik het foamtape vastzetten. Dan haal ik hem even een stukje naar me toe. Even kijken. Je had hem ook kunnen stansen, zegt Astrid. Ja, dat kan wel, maar dan wordt die foam die wordt altijd groter dan de... Door de druk van het stansen wordt die foam altijd een beetje groter. Dus ik knip het altijd zo op maat. Maar het had wel gekund inderdaad, ja. Even kijken hoor. Even kijken. Anja vraagt, gebruik je de foam waar je de bloemen van maakt? Dat weet ik niet. Ik maak geen bloemen van foam dus. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet hoe ik eraan kom. Ik heb gewoon nog een stel van die velletjes liggen, dus die gebruik ik dan meestal voor dit soort klusjes. Even kijken dat die goed aansluit. Zo, nou als het goed is blijft nou alles er netjes in zitten. Ik moet heel even mijn neus sluiten, want ik ben een beetje verkouden. Sorry hoor.
Nou, dan plak ik weer een stukje scoretape op het foam. En dan kan ik hem daar zo op de achterkant van de telefoon plakken. Dan ga ik daar eerst even wat schutmateriaal uitzoeken, wat er leuk bij past. Zo. Mijn schutmaterialenmand. Kijk, dit zijn fruitjes, dat is ook leuk. En dan heb ik nog heel veel pailletjes. Dit zijn ook nog fruitjes. En dan heb ik deze nog. Eigenlijk een beetje te veel. Wat is dit? Dat zijn broodjes. Even kijken hoor. Oh, dit zijn van de balletjes, dus is ook leuk om erin te doen. Ja, ik heb echt heel veel schutdingetjes Astrid, ja dat klopt. En elke keer koop ik er toch nog wel bij, want dan... Meen ik dat ik toch nog niet genoeg heb. Maar daar hebben denk ik wel meer kijkers last van. Zo. Even kijken hoor. Nou, ik denk dat ik hier wel iets mee kan doen. Nee, Marijke, ik heb echt niks. Het is echt heel erg. Even kijken, die setjes met die... Oh ja, die zijn van Queen & Co. En die heb ik een keer bij Marloes gekocht, maar ik weet niet of ze ze namelijk heeft. En dit zijn echt gewoon gemengde pailletjes. En dit zijn een soort bolletjes. Nou, geel is leuk. Zo. En dan heb ik nog blauw wat er leuk bij past. Zo, die leg ik dan allemaal zo hier een beetje neer. Dan hoop ik dat het blijft liggen. En dan kan ik daar dit er zo bovenop plakken. Dat is de bedoeling. Dan heb ik hier nog een beetje groen. Uit de TikTok doos. Dus van alles wat. Zo'n bloemetjes, sterretjes, hartjes. Dan heb ik hier nog een beetje dat harde roze. Dan weet ik niet of ik dat zo mooi vind erbij. Het is net weer een andere kleur. Ik denk dat ik wel een andere kleur heb nog. Even kijken, dit is beter. Zo. Ik doe dit even aan de kant.
ik ga er toch een paar van die dingetjes, van die bolletjes bij doen. Vind ik wel grappig. Wel wit, denk ik. En die laat ik dan een beetje ertussen vallen en hoop dat ze blijven liggen. Zo. Dan leg ik het allemaal een beetje bij elkaar. En dan haal ik hier de tape vanaf. Nou, ik kan even een stukje naar me toe, anders zie ik niet wat ik kan doen. Ben. Even kijken. Nou, dan is die klaar. Als het goed is, blijft alles erin zitten. Nou, dat is toch superleuk. En dan kan hier eigenlijk nog een stukje tussen. Een stukje van. Is de telefoon is al klaar? Kijken of dat past. Ja, dat past. Nou, dat ziet er al leuk uit. Dan moeten we daar nog even een papiertje bij uitzoeken. Ik heb nog iets leuks. Dat is een tag, die is ook van Marianne Design. Dat is een setje van 3. Dat zal ik even laten zien. Op de langste, daar past het precies op. Ja, steekt er een klein beetje overheen, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus ik denk dat het wel leuk is om op die tag te verwerken. En dan kunnen we hier nog wel een tekstje op doen met lettertjes. Bijvoorbeeld train. Die heb ik al eerder gemaakt, dat vind ik zelf wel grappig. Dus dat kan ik wel doen. Dus dan gaan we even weer een papiertje uitkiezen wat hierbij leuk bij past. Even kijken, nu denk ik niet te druk. Nee. Dit is misschien leuk. Ik vind het ruitje wel grappig.
Even kijken, is die uit dezelfde set? Vraagt Nicolien. Bedoel je de Tex? Dat is een set van 3. Maar die hoort niet bij de telefoon set. Het is weer een andere set. Even kijken hoor. Dan wil ik dat de ruitjes een beetje netjes recht zitten. Zo. En dan die kleinere mal. Die haal ik al uit het groene papier. Die kan dadelijk daaraan. Dan moet ik alleen nog even 2 rondjes uit stansen en 2 van die dingetjes die je aan de bovenkant kunt doen. Maar die kan ik wel gewoon uit wit papier doen. Zal ik een kleurtje doen. Dat is eigenlijk ook wel leuk, hè? Ja, dat is wel gezellig. Het wordt een beetje een meidenkaart, denk ik. Wacht. Dan kunnen deze 2 hieruit. En die 2 ringetjes kunnen uit wit papier. Dan ga ik het zo goed laten zien hoor. Het is nou een beetje vol op mijn bureau met de Big Shot. Zo. Kijk, want dit stansje kun je dan hier omheen vouwen. En dan kun je deze kun je er bovenop leggen. En dan is die super af, vind ik. En dat kan dus ook bij die kleine. Zo pak ik even mijn lijn.
Zijn er ondertussen nog vragen of opmerkingen of is er iets niet duidelijk? Dan hoor ik het graag. Zo, dan plakken we deze hier weer bovenop. En dan doe ik ook bij het kleintje. Even kijken, wat zegt Astrid? Ik probeer de standjes te vinden die je hebt gebruikt. Oh, die komen wel bij alle spulletjes die ik gebruikt heb. Daar komen linkjes van bij het filmpje dat op YouTube komt. Maar volgens mij is die, bedoel je die grote tekst... Astrid, die grote stans waar ik nu mee bezig ben. Dat is de CR1510 uit mijn hoofd. Long text heette die. Ik denk dat die wel in de webwinkel zou moeten staan. Die zijn vorige week binnengekomen. Zo, nou, dan heb ik hier lettertjes. Even kijken hoor. De T en de R. En de I. Oh, de telefoon zie je niet staan, maar die kan misschien wel besteld worden hoor. Als die er niet in staat. Als die op de web staat. Even kijken. En een G. Even kijken of ik nog een uitroepteken heb. Nee, die heb ik niet. Dit zijn allemaal deeltjes van het is-teken. Die zijn een stukje korter dan het uitroepteken. Dus dan moet ik die nog even uitstansen. Kan die weer aan de kant. Christel, dan weet ik niet of die er ook zijn, die balletjes van Queen & Co. Even kijken hoor. Ga ik nog heel eventjes een uitroepteken uitstansen. Dat kan wel met deze. Een I ondersteboven. Ja, maar ik heb geen I met een puntje, Astrid. Het zijn hoofdletters. Maar dat is zo gebeurd, geeft niet.
Zo, nu is hij er wel. Nou, dan ga ik de lettertjes even opplakken. Even kijken hoor, en dan zoals een... Zo. Misschien kunnen jullie vast even bedenken wat ik ervan zal maken. Felicitatiekaart of een zomerkaartje of... Wetenschap of... Als jullie ideetjes hebben, dan hoor ik het graag. Een zomerkaartje, zegt Astrid. Die kunnen we nou wel gebruiken in deze tijden. Nu we elkaar niet zoveel zien. Geslaagd kaartje, maar ik heb niks met geslaagd. Ik dacht dat ik ook geslaagd had, maar... Zo. Kijk, dan hangen we die daar aan. En de telefoon erop met de tekstjes. Dan moeten we alleen iets verzinnen voor de basis. Dan weet ik alleen niet wat leuker is. Gewoon even papier. Of nog een designpapiertje, maar misschien wordt het dan wel een beetje druk. Dus ik denk dat ik het gewoon zo doe. Even een ander kleurtje zoeken voor de smileys. Dat vind ik niet zo mooi.
Heb je de CS0909, daar staat geslaagd op. Dat weet ik niet of ik die heb. Maar ik wil toch iets met de tekstberichtjes doen die bij de telefoon horen. Dus. Ja, dit vind ik leuk. Even kijken, het is een beetje een troep. Even kijken hoor. Nou, Nicolien is maandag jarig. Alvast gefeliciteerd. Kijk, dit is wel super handig, want dan heb je één keer 14 van die smileys uitgestanst. Dus dat schiet lekker op. Nou, de rest zal ik even aan de kant leggen. Even kijken hoor. Astrid is maandag 30 jaar getrouwd. Nou. Nou, die zijn natuurlijk super lief. En dan stand ik ze ook nog een keer uit in het roze. Want dan heb ik... even kijken. Dan heb ik de hartjes in het roze. Die kan ik dan dadelijk bij deze in de oogjes doen. En bij deze bij het kusje. Zo. Nou, dan moet ik alleen even voor de tekst kijken. Ik denk dat ik die gewoon op wit papier stempel. Met een
roze inktje. Dan doe ik even een stempel op. Dit even aan de kant. Stempel op dan. Niet het scorebord. Even kijken, wat zal ik doen? Even kijken hoor. Alles goed. En dan doen we lang niet geappt. Ik bel je nog. En dikke knuffel. Zo. Zo. Pakken we de tekstballonnetjes erbij. Ja, ik druk er eigenlijk niet op. Nee, Astrid, dat klopt. Want als je het hard drukt, dan krijg je zo'n hele dikke, dikke afdruk. En met een stempelhulp is het natuurlijk wel heel fijn. Want dan blijft die stempel, die ligt gewoon nog op zijn plek. Dus dan kun je het nog een keer opnieuw doen. En als je het zo uit de hand doet, dan is het heel lastig om, om het nog een keer opnieuw te doen. Want dan verschuift hij meestal en dan krijg je hem nooit helemaal precies goed zoals die lag. Even kijken hoor, alles goed, lang niet geappt, het is een beetje te klein. Even. Ik bel hier ook, dan moet dan het puntje van de tekstbubbel weer aan de andere kant zetten. Thank you.
lezen. Knip ze eventjes zo door. Dan kunnen ze gewoon door mijn sidekick. Dan hoef ik de Big Shot niet te pakken. Even kijken, zijn dat twee dezelfde setjes stansen? Nee, die heb ik wel bij elkaar gedaan. Maar je hebt een setje met Engelse teksten. En daar zitten van die ballonnetjes bij. En je hebt een setje Nederlandse teksten. En daar zitten ook van die ballonnetjes bij. Dus, maar ik heb ze bij elkaar gedaan. Maar ik heb wel ze zo uitgezocht dat ik een setje heb met het... puntje naar de ene kant en het puntje naar de andere kant. Ik vind dat leuk als het dan een beetje verspringt. Oh, die moet ik nog staan, zorg ik even. Even kijken, hoe had ik hem nou? Alles goed, lang niet geappt. Ik bel je nog. Een dikke knuffel, zo. Dan moet ik nog een paar van die zwarte rondjes uitstansen voor onder de smileys. Even kijken, oh, nou, die is leuk. Ik denk dat ik deze vier ga gebruiken. Moet ik even zwart papier hebben. Gaan we weer even lijmen. En dan pak je dat zwarte rondje erachter. Nou, dan heb je een echte smiley. En dan had ik zo'n extra roze hartje uitgestanst. En dan plak ik dan hier op. Oh. Doet hij wel goed. Doen wat ik wil. Zo. Dat is toch best lief. Zo. Ja, dat kan als trit. Je kunt er van die tape achter plakken en dan door de stansmachine halen. Dan krijg je een soort stickers. En de stansmachine is van Sizzix. Wie vraagt aan mij? Even kijken. Oh ja, Nicoline. De sidekick is van Sizzix. En dat is inderdaad heel handig. Want de Big Shot die neemt ook best wel veel plek in beslag op je bureau.
En zo'n klein stansmachientje is altijd makkelijk om erbij te hebben. Ja, daar zei je de vorige keer ook, Astrid, ja, dat je de... Maar ik ben daar eigenlijk al gewend en je merkt het vanzelf als je de verkeerde kant op draait, want dan doet hij het niet. Dus... Ik vind het toch een heel handig dingetje. En dan achter deze plak ik denk ik een stukje tape. Want dan kan ik de hartjes zo plakken dat ze blijven zitten. En dan kan ik het oogje of de hartjes kan ik er zo in leggen als het goed is. En zo. Die wil wat ik wil. Ja. Zo. Nou, dan pakken we de telefoonnummer even bij. Hier even een tapeje onder. Even kijken hoor. Oh, dat kan ook, ja, via de achterkant de plaatjes erin steken. Ja, dat is maar net wat je gewend bent. Ja. Alles goed. Ik bel hier nog een dikke knuffel. Smileytje erbij. Even kijken. Alles goed. Ben niet geappt. Die kan wel een stukje... Foamtape.
Even kijken hoor, of ik nog iets gemist heb. Oh, dit schaartje. Zo'n heel oud schaartje, Nettie. Van Fiskars. Dat heb ik echt al jaren. Ga je slapen? Ja. Ja? Kijk eens. De dames. Weet je nog? Dan even zwaaien hier. Dan zien ze jou. Dan moet je hieronder zwaaien. Hier. Zo. Wat zie je? Ja, zie je de dames dan? Ja, de dames die zien, die zie ik niet. Gaat dit allemaal erin? Ja. Ga je slapen? Ik wil deze kaartje hebben. Wil je de kaartje hebben? Ja. Huh? Wacht dan. Dat weet je niet. Tot morgen. Nat rusten. Nat rusten. Ga maar lekker weer verder. Ja, ik ga weer lekker verder, oké? Okay? Is goed hoor. Zo. Nou, dan is de telefoon klaar. Dus die kan op het label. Nog heel eventjes een stukje koord pakken om het om dit aan elkaar vast te maken. Dat is wel leuk. Dan doe ik hem er even dubbel doorheen, als dat lukt. Zo. En dan denk ik er nog stuk in. Een beetje plek maken, dus een beetje een troep.
Even kijken, ben ik jullie vergeten, Astrid? Hoezo ben ik jullie vergeten? Even kijken hoor. Snij ik eventjes de basis op maat. Oh, je bent zo stilletjes. Ja, ik ben altijd een beetje stil, hè. Ik ben niet zo spraakwatervol. Even kijken hoor. Maar ik ben jullie niet vergeten hoor. Ik weet dat jullie nog meekijken. Zijn er ondertussen nog vragen of heb ik nog iets gemist in de opmerkingen? Ben ik nog iets vergeten? Zo. Nou, dan kan de tag die kan op de kaart. Nou, dat hij een klein beetje in het midden zit, dat komt niet zo heel nauw. Even kijken hoor. En dan kan de telefoon op de tag. En dan is het kaartje klaar. Dit is hem dan geworden. Dan kunnen we op de hartjes kunnen we nog een beetje glossy accents doen. En ik wil even kijken dat hij niet te veel uitkomt in één keer. Nee.
oogjes nog. Zo. Is het kaartje klaar voor vanavond? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nog even bijknippen, een beetje. Zo. Nou, volgende week is Marga er weer. En wens ik jullie een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken. En tot gauw!